Ik heb een plaatje, een gedenkplaatje van messing laten maken voor mijn dochter. En dat heb ik op een bankje in de bergen bevestigd in Oostenrijk, waar we regelmatig met kerst ook kwamen. I love you to the moon and back. Een dikke kus van Dad. Op 17 juli 2024 is het 10 jaar geleden dat de vlucht MH17 boven het oosten van Oekraïne uit de lucht wordt geschoten door een Russische raket. De 298 inzittenden, waarvan 196 Nederlanders, komen allemaal om het leven. Een van de slachtoffers is Else Miek, de dochter van Hans de Borst uit Monster. En Hans de Borst is nu in de studio. Welkom. Goedemiddag. Hoe gaat het nu? Gaat eigenlijk goed. Ja. Else, MH17 is natuurlijk nog steeds een stuk van mijn leven. En die handicap gaat ook nooit weg. Maar je kan ook weer andere en ook leuke dingen doen. Ja, dat lukt wel weer, want je hebt eerder gezegd, je probeert iets op te bouwen, maar je vindt niets belangrijk meer. Je hebt één kind en die is weg. Ja, dat is ook wel zo. En de glans is er ook echt wel af, want dat was zij. Dat was natuurlijk je enige kind. Maar het is ook een leven voor en een leven na 17 juli 2014. Maar er is wel een leven, heb ik ook wel gemerkt. En je hebt ook weer mooie mensen ontmoet en aardige mensen. Ja. Ook in deze MH17-familie, noem het maar zo. Dus dat is ook wel mooi. En er is ook wel weer genoeg wat het leven de moeite waard maakt. Ja, want die MH17-ramp, dat is eigenlijk een nationaal trauma ook. Hè? Heel Nederland is daarmee bezig. Maar voor wie het heeft meegemaakt of niet heeft meegemaakt, is dat een trauma op afstand. En voor jou is het heel, heel persoonlijk. Is dat niet soms heel moeilijk om daarmee om te gaan? Ja, dat is het. Maar je raakt er ook aan gewend. Je wordt ervaren nabestaande, laten we het zo maar zeggen. En je maakt ook dingen mee, die herdenking die we woensdag hebben. Nou, dan weet ik, de dagen daarna moet je mij niet bellen, want dan lig ik voor Pampus half op de bank, een beetje te zeppen. Want dan interesseert ook niks meer meer, want dan heb je ook een leeg gevoel. Maar daar ben je ook ervaren in geworden. Dus dat, en het schept ook een band, dat je met veel andere nabestaanden hoef je eigenlijk ook niks te zeggen soms. En dan weet je dat je soms ook dit soort dagen er nog steeds bij hebt. Ja, en ik las vandaag ook een interview met jou in de Telegraaf. Daar praat je ook over dat je altijd meewerkt aan herdenking en aan interviewverzoeken. Waarom doe je dat? Nou, altijd is misschien een groot woord, maar als ik het hoor, dan volgens bij Omroep Best ben ik regelmatig geweest en denk, ja, die melden zich wel en dan wil ik daarheen. Ik wil over mijn dochter laten wat vertellen, dat vind ik altijd fijn. Ik wil ook dat MH17 niet vergeten wordt, want er staan toch nog wel wat vragen open. We hebben een rechtszaak gehad, maar ook internationaal loopt er nog wel het een en ander. En dan wil ik dat dat niet vergeten wordt, want het is een nationaal trauma en voor ons is het een handicap die we altijd meedragen. Ja. En we kunnen er ook mee verder leven. Maar wat dat betreft wil ik dat het in het nieuws blijft. Ja, en dan woensdag dus de herdenking, 10 jaar na de ramp. Het is een bijzondere herdenking, hè? Want aan de ene kant er wordt nu ook gesproken over niet meer ieder jaar herdenken, maar eens in de 5 jaar. Maar het is ook de eerste herdenking waar Mark Rutte niet bij is. Want die was premier natuurlijk. Klopt. En die heeft al die jaren ook contact met jullie gehouden. Ja, die heeft zijn hele carrière heeft dat ook meegedragen. En dat zei hij ook laatst in zijn afscheid, dat het wel voor hem grote impact heeft gehad. Dat geloof ik ook echt, oprecht. Hij heeft ook kritiek over allerlei andere dingen. Maar dit hier heeft hij geen kwaad kunnen doen voor ons. Want hij was er altijd. We hebben met ook de stichting hebben wij regelmatig nog contact met hem gehad. En wij hebben er ook altijd gezorgd dat het internationaal op de kaart bleef staan. Schoof kennen we ook wel uit het verleden. Want hij heeft bij die NCTV toen ook gewerkt. Toen MH17 speelde. Maar we moeten zien of hij dit onderwerp ook blijft op de kaart blijft zetten. En dat denk ik eigenlijk wel. Want het is ook... Je hebt veel politieke discussie, maar over MH17, dat daar nog steeds dingen voor moeten gebeuren, is eigenlijk ook geen discussie of geen debat. Iedereen is het daar wel over eens. Dus dat is ook mooi. En eens in de 5 jaar gaan herdenken? Is dat terecht? Gaan we dadelijk doen. Blijven we ook wel elk jaar doen. Maar dat zijn dan vaak kleinere herdenkingen waar we ook altijd de namen nog wel lezen. Bij het monument en ook wel een toespraak en de last post spelen.
Maar de grote herdenking, zoals nu ook met een orkest, dat hoeft ook helemaal niet elk jaar. En de mensen zitten toch elke dag, elke minuut in ons hart. En die kleinere herdenkingen zal ik ook blijven doen, bij betrokken blijven. Ja, want jij leeft iedere dag met het verlies van je dochter nog. Nu word je ook weer, zeker in die dagen in aanloop naar de herdenking, geconfronteerd weer met alle beelden. We hebben ze net ook weer laten zien. Ja. Je moet weer al die vragen beantwoorden. Denk je dat er ooit een moment komt dat het verlies echt voor jezelf is en het rouwproces ook voor jezelf is? Ja, daar heb ik vaak over nagedacht. Dat die pijn en die rouw, dat blijft, die pijn blijft er sowieso. En zeker met alle tegenwerking uit Rusland en ook nu met de oorlog wordt die pijn eigenlijk nog extra gevoed. Maar dat stukje rechtsgevoel met de rechtszaak, et cetera, dat, en ook nog steeds de procedures die er lopen, dat loopt daar eigenlijk parallel naast. Dus ik heb de pijn en ook dat stukje rechtsgevoel. Nou, en daar worden wel stappen gezet. Dus dat vind ik dan positief. Ja. En die pijn die verdwijnt niet. En dat heb ik me ook, ja, dat hebben veel, alle nabestaanden, dat zal je woensdag ook weer zien. Het namenlezen op zich al geeft grote emoties. Maar we gaan er toch voor zorgen dat het een mooie herdenking wordt. Dat niemand het vergeet ook. Precies. Hans de Borst uit Monster, dank u wel. Graag gedaan.